Het onafhankelijk kiesbureau OKB heeft een verslag aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Dit gebeurde op woensdag 28 april. Het staatshoofd zal een team samenstellen om dit verslag te bestuderen en actiepunten vanuit de regering vast te stellen. De voorzitter van het OKB, Samsir Ali Sheikh Ali Baks, gaat nader in op dit belangrijk moment. Het verslag betreft het jaarverslag van het onafhankelijk kiesbureau. In de kiesregeling is vastgelegd dat het onafhankelijk kiesbureau jaarlijks voor 1 april een jaarverslag uitbrengt aan de president van de Republiek Suriname en aan de Nationale Assemblée. Dus aan de regering en aan de Nationale Assemblée zijn twee organen die in de wet genoemd zijn aan wie het onafhankelijk kiesbureau jaarlijks een verslag in de maand april moet, 1 april moet uitbrengen. Okay, moest dit verslag getekend worden of goedgekeurd worden? Nee, het is een verslag van het onafhankelijk kiesbureau en het onafhankelijk de voorzitter en de secretaris tekenen dit verslag. Dat hebben wij gedaan namens het onafhankelijk kiesbureau en dat is net overhandigd aan de president. En wat was de president's respons hierop? De president heeft positief gereageerd op dit verslag. Hij is voornemens een team in te stellen om naar dit verslag te kijken inhoudelijk en actiepunten voor de regering vast te stellen. Ja. Zijn er gesproken over taken of whatsoever? Nee, taken niet zozeer, maar wel over een commissie, dan wel een team vanuit het kabinet die voor de president een aantal actiepunten zal moeten formuleren op basis van dit verslag van het onafhankelijk kiesbureau. Wij gaan ook dit verslag overhandigen aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Dat gebeurt na vandaag. Daarvoor wordt nog een afspraak met de voorzitter van de DNA gemaakt. Ik heb vandaag nog met een OKB-lid gesproken om dat ter hand te nemen. Dus hij heeft aangegeven dat hij vandaag nog zijn best doet om die afspraak te maken. Daarnaast kan ik aangeven dat het onafhankelijk kiesbureau op dit moment bezig is met een aantal projecten te initiëren en een aantal projecten die reeds uitgevoerd worden om die af te ronden. Ook zijn we bezig in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken te kijken naar een aantal knelpunten die zich bij de verkiezingen van 25 mei 2020 hebben voorgedaan en wat de oplossingsmodellen daarvoor kunnen zijn. Het ministerie is in de lead natuurlijk, zij voeren die projecten uit. Vanuit het onafhankelijk kiesbureau oefenen wij toezicht op die projecten en we kijken hoe die verlopen. En daar waar nodig geven we ook advies.